Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 8. Goedemorgen, ik ben net wakker. Het is 9:45. Ik heb heel slecht geslapen. Ik was om 6:15 al wakker omdat mijn ouders het niet heel erg zachtjes deden. En vervolgens ben ik even slaapgevallen en toen werd ik om 9:45 gewekt door mijn vader dat ik wakker moest worden. Ik ben aangekleed, simpel. Een blauw shirtje aan met lange mouwen. Lekker een grijze joggingsbroek. Als ik wegga, dan verander ik die natuurlijk gewoon in een spijkerbroek. Maar ik dacht, joh, ik ga nu toch nog nergens heen. Dus ik doe lekker mijn joggingsbroek aan. En ik heb lekker slippertjes aangedaan. En ja, lekker chill allemaal. Lekker relaxed. Ik ga naar beneden. Ik ga even eten. Even een koffietje drinken en kijken wat deze dag gaat brengen. Volgens mij gaan we vandaag het zoldertje op om kerstspullen naar beneden te halen. Ik hoop dat dat gaat zonder de nodige godvers, want het is nogal wat werk. Goed, het is natuurlijk weekend, dus we moeten ook de adventkalender doen. Ik doe even mijn rolgordijnen open. En dan zien we nog wat. Zo, nou goed jongens, dag 8. Oh, ik zie hem al, het is echt een heel kleintje. We hebben eindelijk een keer een hele kleine. Rio loopt achter mij, die wil ik even hier zitten. Zo, ik zit even daar op de stoel. Dag 8, ik ben heel benieuwd. Ik ga jullie hier neerzitten. En ik ga hem openmaken. Oh, het is een heel kleintje. Dit werkt dus ook niet. Ik zit hier wel even hier. Ook iets wat ik al heel erg lang nog moet kopen. Een mini pincet. Dit is heel tof om die wenkbrauw zo mee te epileren. Oh, dit is heel tof. En hij is heel klein, dat vind ik heel fijn. Kun ik gewoon lekker makkelijk meenemen. Ik ben hier heel erg blij mee. Dan moet ik hem alleen even terugzetten. Dat gaat denk ik niet heel makkelijk. Oh jeetje. Ja, hij zit. Haha, toppie. Goed, dag 8 is een pincet. Nou, we beginnen al netjes te komen, jongens. De nagellak zit er ook nog steeds op. Als jullie gisteren hebben gezien, hebben jullie kunnen zien dat ik dag 1 heb uitgeprobeerd. De nagellak. En ik moet zeggen, ik vind hem nog steeds heel erg mooi. En hij zit heel erg fijn. En hij brokkelt nog niet af. Maar we zijn nog maar net half dagje verder. Ik heb het gisteravond gedaan, maar goed. Ik ga Rio naar beneden brengen. Daarna ga ik even eten, even drinken. En dan gaan we kijken wat de dag vandaag gaat brengen. Ik loop buiten en dat is om de reden. Ik ga namelijk naar de Hema, want daar kwam ik gisteren kerstlichtjes tegen die 50 lampjes hebben. Maar we hebben natuurlijk altijd die raamwerken. Mijn moeder heeft dus 50 lampjes nodig, maar die hadden ze niet bij het tuincentrum. Dus die heeft nu 80 meegenomen, maar 80 is veel te veel. Dus ik heb gezegd, ik neem die 80 wel. En dan ga ik nu voor haar even 50 halen, twee dozen. Want 80 is voor die raamwerken veel te veel. En 50 is gewoon precies goed, want die hebben we altijd. Maar die kon ze dus niet vinden. Dus vandaar. Maar ik zag ze gisteren bij de Hema. Dus vandaar dat ik ze nu ga halen. Maar het waait heel erg hard. Het is echt rot weer. Ik heb een zwarte leggings en een lange laarzen. Omdat het gewoon, ja, beetje warm is tenminste. Bijna mijn plaat. Maar het waait dus super, super hard. Maar goed, ik heb me heel snel een beetje enigszins klaargemaakt. Kijk, mijn haar waait toch door de war. Dus vind ik wel best. Maar op naar de Hema.
goed, ik ga mijn best doen, no shame. Ik ga even langs de Bristol om te kijken of ze daar enkels schoentjes hebben of laarsjes. Want die schoenen die ik besteld heb, die komen dus niet meer binnen, want die zijn dus niet meer leverbaar. En daarna ga ik langs de Hema om voor de cashlichtjes te kijken. Maar ik loop eerst even snel sneaky langs de Bristol om te kijken voor een paar schoenen van maximaal 15 euro. Ik ben weer thuis en ik heb schoenen gekocht. Oh, die gaat niet. Eentje lager. Dit zijn ze. Ze hebben hier twee randen met glitters. En aan de buitenkant hebben ze een leuke glitterbewerking. Ze lopen heel erg lekker. Ze zijn ook lekker over mijn enkels. Dus dat vind ik ook wel heel erg fijn. En ze waren gewoon serieus maar 17 euro. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Niet heel erg duur. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik zocht gewoon echt zwarte schoenen die gewoon over je enkel zaten. En ik got it. Ik was eerst bij de Bristol. Daar heb ik schoenen gezien die ik ook besteld had. Die dus niet meer binnenkomen. Die waren dezelfde prijs. Alleen, ik vond ze heel raar zitten. Want normaal slijt die bovenkant goed aan. Maar dat was dus niet zo. Het was dus een hele dunne, slappe stof. En ik nee, dat ga ik niet doen. Daar ga ik echt spijt van krijgen. Dus toen ben ik naar de Van Haren gegaan. Toen kwam ik deze tegen. En ik dacht, dit zijn ze. Ze zijn zo leuk. Ze hebben een beetje een sparkle. Dus ze zijn niet helemaal effe en saai. Ze zijn wel gewoon heel erg leuk en bewerkt. Dus daar ben ik heel blij om. Maar mijn kamer is een rommel. Dus die ga ik opruimen. Ik ga de kerstmuziek aanzetten. En ik ga flink opruimen. Het moet maar. Het moet. En wat moet, dat moet. Als het vanavond donker is, zal dit zo leuk staan. Ik heb nu echt allerlei kleurtjes. En ik had heel veel over. Want ik kwam hier achteruit. En ik had nog heel veel over. Dus toen dacht ik, ik werk terug via deze kant. En dan laat ik hem daar eindigen. Superleuk. Ik heb er echt zin in vanavond. Als het donker is vanavond. Oh, dat zal zo leuk staan. Ik wil het eigenlijk nu al even donker maken om te kijken hoe het is. Maar eigenlijk denk ik van, ik kan beter gewoon wachten tot vanavond. Dan zien we hoe het gewoon echt is in het donker. Vanmiddag trouwens nog beneden geweest met mijn moeder voor de raamverlichting te doen met haar samen. Dus best heel veel werk. Ik ga nu even mijn video editen en uploaden, want dat heb ik nog niet gedaan gisteravond. Ik was gisteravond zo moe dat ik gewoon dacht van, komt morgen wel. Dus dat ga ik nu nog gauw doen. Het is 3:30. Het is 4:30, dus ik heb nog heel even de tijd. Dus ik ga heel gauw editen. Oh my god, jongens. Het is zo leuk. Kijk dan. Het is niet echt donker. Ik heb de gordijnen ook dicht gedaan. En kijk hoe leuk dit is. Het is helemaal van beneden. Helemaal daar. Allemaal lichtjes. En mijn kerstboom. Oh, ik vind het zo tof. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb hier mijn lichtjes ook aangezet. Ik heb daar lichtjes aangezet. Daar staat het kleine huisje te branden. Hier staan de lichtjes aan. Ik vind de maand december gewoon zo leuk. Alle lichtjes die je weer aan kan doen. Die staat nu ook aan. Ik vind het zo leuk. Ik vind het echt, echt super, super, super leuk. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het heel erg tof. Alleen, ik heb hier natuurlijk... Oh, je ziet mij nu echt gewoon niet... Ik zet deze even neer. Ik heb natuurlijk die balletjes daarnet gehad. Hoe heb ik ze nou neergelegd? Oh, ik weet al waar. Er hingen natuurlijk van eerst van die kleine lichtjes boven mijn bed. Die hangen er nu natuurlijk niet. Maar daar kan ik wel weer wat anders leuks mee. En namelijk die tapejes eraf halen die erop zitten. Want dan kan ik ze daar gewoon bij de kast hangen. Ik hoop dat ik ze eraf krijg. Deze krijg ik er dus niet vanaf. Maar goed, hier laten we dan gewoon zitten. Nog eentje? Nee, eentje maar.
Goed, ik ga dus proberen om die hier op te hangen. 1, 2. Oeh, valt nog mee. Ik dacht dat het een knop ging maken. Mijn licht neerzetten hier. Die kennen mij natuurlijk onderhand ook wel. Ik ben heel erg gek van alle lichtjes. Maakt niet uit wat het is. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga ze gewoon lekker hier hangen. Want ik vind het te zonde om ze in de kast neer te leggen. Dus ik hang hem gewoon lekker naar beneden toe. Ik zet hier onder het pootje door. Dat zien jullie nu natuurlijk niet, maar oké. Zo. En dan hangt hier ook een klein lichtsnoertje. Schattig. Hoe meer lichtjes, hoe beter met de kerst, jongens. Echt. Oh, die moet ik aanlaten. Echt, hoe meer lichtjes voor mij, hoe beter. We hebben nu in totaal 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. En dan zijn ze nog niet eens allemaal. Want ik heb hier nog lichtjes. Dit is 9. Dit is 10. Die lantaarntjes is 11. Het koffieblok is 12. Ik heb zoveel lichtjes in mijn kamer. Hier, 13. Maar ja, als ik deze aanzet, dan heb ik er gelijk niks meer aan. Deze wel even aanzetten. Oh, hoe meer lichtjes, hoe beter. Goed, ik heb nog iets te doen. En dat was ik bijna vergeten. Maar het is december, het is kerst, dus we moeten kerstkaarten gaan schrijven. Ik heb een aantal gekochte kerstkaarten en een aantal gepersonaliseerde kerstkaarten. Maar die ga ik nog natuurlijk niet laten zien, die liggen ook hier. Maar ja, ik ga ze schrijven en hopelijk heb ik er genoeg. Ik denk het wel, ik heb er niet zo heel veel. 3 klasgenoten, mentor, 1 oude klasgenoot... Mijn neefje, Kevin en Jesse natuurlijk. Ik kom mijn opa en oma er eentje sturen. Mijn oom en tante wil ik er eentje van mij sturen. That's it. 9 kaarten. Ik ga ze schrijven. Let's go. Maar het is best lastig. Ja, als het inderdaad een soort stappenplan is of zo, dan vind ik het prima, inderdaad. Ja, man. Hey! Kijk deze zwaaien. Die denkt helemaal, hey, koningin. Oh. Oh, oh. Ik zie het. Niet doen, dan ga ik ook gapen. Nog niet. Ik heb... Oh, yo. Deze komt echt lam op school maandag. Goed, lieve mensen. Het is inmiddels avond. Het is 9:15. En ik ben eigenlijk de hele avond druk bezig geweest met schoolwerk. En discussiëren. Wat er wel en wat er niet in moest. Maar we zijn wel aardig ver gelukkig. Ik sta nu op het punt om zo lekker te gaan editen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel heel blij ben met het resultaat van de lampjes. Het ziet er echt super gezellig uit. Het geeft ook gewoon veel licht. Veel meer licht van die lampjes die hier eerst hingen. En ja, het ziet er gewoon allemaal zo gezellig uit. Het geeft goed licht. Het is gezellig. Het is kleurrijk. Ik ben er heel erg blij mee.
Nou ja, het is natuurlijk nu één lichtfestijn in mijn kamer. Overal staan mijn lampjes aan, maar dat is natuurlijk ook gewoon de maand december. Het is gewoon gezellig allemaal. Maar goed, ik ga lekker editen en dan zou ik zeggen, dan zie ik jullie morgen bij Vlogmasdag 9 alweer. Het gaat zo snel! Voor je het weet zitten we op dag 24 en dan is het daarna kerst en een paar dagen daarna, dan is het gewoon nieuwjaar. En dan zitten we in 2019, maar daar gaan we nog even niet aan denken, want het is nog veel te leuk. Dus ja, ik zou zeggen, slaap lekker voor straks natuurlijk. Deze video komt om 7 uur morgen online voor mij, dus ja. Sommigen gaan misschien lekker op tijd in bed, omdat het voor jullie morgen weer een nieuwe week is. Voor mij natuurlijk ook. Maar ja, ik zie jullie heel erg snel weer natuurlijk morgen bij een nieuwe Vlogmas video. Doeg!